Goeiedag, ik ben Jay Uiterwaal van Heerlijk Water. Welkom. Ik wil even in het kort iets vertellen over mijn bedrijf en de producten. Als je in Nederland kijkt, dan zie je dat er enorme belasting is en vervuiling. Ja, op het gebied van lucht, op het gebied van voedsel. En dan heb je straling die verontreinigt. En dan heb je het water wat ook nog eens een keer verontreinigd is. Dus je krijgt op allerlei manieren, krijg je onnatuurlijke stoffen en frequenties naar je toe. En daar moet je iets mee. Ik denk ongeveer 12, 13 jaar geleden kwam ik in contact met Boudewijn Lelieveld. En ik was in zijn laboratorium en hij deed de kraan aan en ik voelde dat het water, alleen het stromen van het water, deed iets met mij. Ik voelde dat ik meer op mijn hakken werd getrokken. Ik voelde een bepaalde energie daar. En ik was al op zoek geweest naar water en ik had er wat dingetjes uitgeprobeerd, maar dit raakte me echt. Dus ik besloot een Vitalizer te kopen en ik heb die laten installeren achter mijn watermeter. En ik merkte vanaf dat moment dat de energie in mijn huis rustiger werd en dat het beter geaard was. En ook dat ik eigenlijk vanzelf de behoefte kreeg om meer water te gaan drinken. Nou, wat doet zo'n Vitalizer nu? Nee, dat ga je afvragen natuurlijk. Wat is dat voor ding? Het is een roestvrij stalen vorm, geometrische vorm. Deze is verguld. En die Vitalizer die gaat het water eigenlijk herstructureren, zodat het aansluit bij het water wat al in jouw lichaam, in jouw cellen zit eigenlijk. Want jouw lichaam heeft van nature een bepaalde vitaliteit. En op het moment dat je water drinkt wat ook vitaal is, dan hoeft je lichaam niet eerst water wat niet vitaal is om te zetten en daar energie aan te verspillen, maar kan rechtstreeks het water wat je drinkt opnemen. Dus dat doet de Vitalizer. En die Vitalizer is eigenlijk een energetisch product. Dus dat wil zeggen dat je dus meer in je lijf komt. Je gaat meer uit je hoofd en je gaat meer voelen. Je gaat meer ontspannen eigenlijk. Het is een soort anker wat in je huis komt, wat kosmische energie eigenlijk in de materie trekt, in de aarde trekt. Hè? Dus, en daarnaast ja, geeft het een ontgifting, het geeft een reiniging. Dus, en ook als je plekken in je huis hebt die niet fijn voelen of er is een gebrek aan harmonie in huis, die Vitalizer die verbetert dat hele energieveld. Het doet heel veel met je huis en daardoor ook met jou. Dus de watermoleculen die worden eigenlijk weer geherstructureerd. Het water wordt zachter, het wordt veel dikker eigenlijk. En de mineralen worden weer goed verdeeld. Het heeft allemaal positieve effecten eigenlijk. Je proeft het echt heel duidelijk dat het heel, heel zacht is. Nou, mijn advies over het algemeen is ook echt dat je het water erbij filtert. Omdat je daarmee het water ook qua smaak helemaal neutraal maakt eigenlijk. En daarmee kun je ook zware metalen en chemische verontreinigingen uit het water halen. En het meeste water in Nederland, ja, is gewoon niet van hele goede kwaliteit. Er zijn uitzonderingen. In die gevallen kun je eventueel toch misschien alleen een Vitalizer nemen. Maar je kan altijd overleggen met mij en kijken wat de beste optie is. Nou, verder heb ik producten zoals een energieplaat. Ik heb stralingstickers. Om je te beschermen tegen straling tijdens het bellen. Of voor apparaten in huis. Of die energieplaat tegen zendmasten, of om te ontspannen in meditatie, of in de auto. Allerlei toepassingen. En ja, ik doe dit eigenlijk omdat ik vanuit mezelf naar dit soort producten werd toegetrokken. En ook omdat ik leef bewust. Hè? Ik ben iemand die bewust leeft en die ervoor kiest om steeds te groeien in bewustzijn. En ik geef naast Heerlijk Water geef ik ook trainingen met bewustzijn en meditatie en coaching. En ik merk eigenlijk dat omdat ik steeds meer in de verdieping kom en in een diepere staat van verstilling en rust en vrede kom, dat eigenlijk de energie, dat ik eigenlijk ook me verbonden voel met Heerlijk Water en met de Vitalizer, zeg maar. Hè. Dus het is zo dat als mens, zeg maar, geef je automatisch je eigen unieke kwaliteiten, die geef je altijd door. Via alles wat je doet, daar kun je niks aan doen. Dat is een automatisch gegeven op de wereld. Dus op deze manier geef ik ook gewoon mezelf door. In elk geval de positieve aspecten geef ik door, want
die worden gedragen door de Vitalize. En nou, ik hoop dat je hier iets mee kan. En je bent van harte welkom, mocht je meer informatie willen. En, namaste, dankjewel.